Jullie zien het, een hele mooie beek. En die heb je in het mooie Westland niet. Ik heb zojuist al 2 uur gereden, want ik ga een nachtje vissen in het oosten van het land. Samen met Kevin, een supergoeie cameraman. Ik heb er zin in. Hij komt hier nu naartoe gelopen en dan gaan we daarna even naar de stek toe. We gaan knallen, supermooie beelden schieten. Ook wat beter worden in videografie hopelijk. En ik heb er zin in. Het is lekker weer, dus we gaan ervoor. Ja jongens, we hebben even snel het karretje opgebouwd, het autootje leeg gehad. En daar is die. Jawel, ja. Stel jezelf eens even voor aan de kijkers. Ja, ik ben Kevin. Ik ben de cameraman. Ik heb Chitten ooit een tijdje mogen volgen in zijn traject. En daar kennen we elkaar van. Precies, je zal even een paar mooie beelden zien van Kevin die heeft geschoten tijdens dat traject. En deze man gaat er gewoon voor zorgen dat de content van DW beter wordt dan met de auto, auto gefilmd. Ja, daar gaan we vanuit. Daar dus, gaan we best voor doen. Precies. Yes. We gaan ervoor. Kantje. Zijn weer geknoopt. Het is trouwens pas 1 uur 's middags, dus we hebben alle tijd om alles picobello in orde te maken. Dit is mijn eerste onderlijn. Ik ga vissen met een bloedworm alibolie, single bolie op een onderlijn. Andere engel ga ik vissen met een XXL tijgenoot. Ook op een onderlijntje van een tank, zo'n 13-18 centimeter. Klein stukje poetie, een mooie lijnenlijn op de haakbocht zodat hij goed inhaakt. Dan ga ik gauw aan mijn engel vissen. Laat ik ze meteen even zien waar we ze neer gaan leggen. Nou jongens, ik ga mijn eerste hengel te water laten. Ik ga eigenlijk strak in het kantje vissen. 1 om de lijndruk heel laag te houden. 2 omdat Kevin hier heeft gevoerd dat een mooie schone plek is en al het voer weg is. Dus dan kan er nog maar 1 ding gebeuren en dat is 3. Dat zo meteen die engel. En dan hopen dat er snel actie komt. Er zit ook nog een lichte stroming wel. Ja, heel lichtjes. Heel licht. Maar dat maakt niet uit. Ik heb die karps alleen maar sterker van. Deze heb ik iets verder uit de kant gelegd, zoals jullie zagen. Een beetje de kans te spreiden. We hebben nu 2 engels echt wel strak in de kant. Deze is dus iets verder erbuiten. Misschien dat de vis daar wat makkelijker aast. Veel waterplanten wel, dus... Even 3 of 4 keer neergelegd op hetzelfde plekje. De hele tijd gewoon een schone haak naar boven gehaald. Dus dan weet je zeker dat die gewoon goed ligt. Altijd even doen of checken of je haak als goed ligt. Anders zie je misschien heel de nacht voor niks. En dat wil je natuurlijk niet. Ik ga even wat voer erop gooien. Ik doe eigenlijk gewoon 1 handje met tijgers echt op mijn aas. De rest verspreid ik eigenlijk wat verspreider eromheen. Ik hoop dat er niet te veel braas in zit, dan hebben we een drukke nacht. Ja jongens, dit is toch bizar. We hebben hier Kevin en die heeft gewoon verse koffieboontjes mee. Zeker. Die worden gewoon hier aan de waterkant gemalen. Ja, dan weet je zeker dat je de beste koffie van de waterkant gaat krijgen. Daar gaan we wel voor. Helemaal top. Want waar maak je dat nou mee? Met dit koffie ga ik met de Aeropress maken. Dat, kijk eens. Het is eigenlijk een beetje zoals druipkoffie. Dus ik vind het wel chill.
Klinkt goed. Ja. Dit ziet er ook al wel leuk uit, moet ik zeggen. En is dit 2 minuten lang? Ja, ja. Ja jongens, het is niet normaal. Gaat hij er gewoon nu allemaal door? Nee joh. Ja. Meen je dat nou? Echt? Ja. Wat? Nee joh. Zo, hij ging hard. Hij ging ook snel al. Ja. We zitten hier. Hoe lang ligt hij denk? Half uurtje of zo. Zo. Dat is een verbalen. Dank je. Wat vinden jullie ervan? Leuk dan hè, zo'n camera in je gezicht. Hier baal ik wel van. Ja. Ja jongens, een heerlijk DW-burgertje. En dat kan, al ga je met DW op stap, dan krijg je hem gewoon, de DW-burger. Met de chemische kaas. Lekker. Met de chemische kaas. En we hebben hier even een testreview. Zeker. Dus ja, is het hem? Lekker burgers. Ja, dat zijn de lekkere. Ja, ja, ja. Mooi. Ik ga er ook... burgers, dat scheelt. Zo is het. Ik ga er ook maar van genieten. Ja, jongens, het is fantastisch. Daar gaat hij weer. Zelfde hengel. Gekke huis. Hij ging ook hard. Dat is niet verkeerd, hè? Ja. Ja, jongens, we lopen met het netje. En het is fantastisch. Ging die hard of ging die hard? Ging die hard. Ja. Niet echt een spiegel. Nee, het is schip. Oh. Die klam. Dat is wel mooi hoor. Ja. Echt een mooie vis. Zo in dat heldere water, mega dik. Kijk eens. Hotsa. Tik hem aanhouden. Lekker. Kijk eens, daar is die dan. Ja, hoe lang zitten we? Anderhalf uur denk ik. Niet lang. Langer? Ja, na iets langer denk ik. Een uurtje of 2, 3. Het eerste visje is een feit. Yes. Lekker man, lang even wegen. Kan nu terug. Mooie donkere schub van het heldere water. Ja. En hij is echt dik hè, bizar. Hij is echt dik ja. Kijk dan. Dik buik eronder. Mooi vinnetje omhoog. Yes. Fotootje maken, ik kan niet zwemmen. Ja jongens, zoals jullie zien, wat Kevin net deed, altijd even de vinnetjes controleren. Nou, niet te nee. Nog meer brand, nee, toch lekker. Ah, hij zit nu toch al onder. Kijk eens even. Hotsa. Lekker. Lekker bezig. 9,0. Zo is het. Duimpje omhoog. Voor deze mooie vis. Kijk, hij staat weer klaar om zijn hengeltje in te gooien. En dit is het richtje. Wat is het voor richtje? Het is een richtje van Willem Quinten. Die werkt. Daar ben ik de laatste tijd aan het testen. Maar ik heb er nu deze week 2 vis opgevangen. Dus dat is lekker. Maar een klein snowmannetje met Scopex bolletje en een klein opgeknipt Scopex pop-upje. En een klein gewichtje aan het richtje. Shot om de hoek. En een shot om de hoek. Ja, dat ziet er mooi uit. Yes. Dat ziet er mooi uit. Gaat het maar. Thank you.
Ja jongens, het knetterende geluid van een heerlijke burger. Wat wil je nog meer? Het ziet er fantastisch uit. Inmiddels zijn we nog even druk bezig met onderlijntjes knopen. Ik. Ja, vooral jij. Ik vooral kijken hoe die dat doet. Doet hij goed? Ik ben heel lang bezig. Ja, mooi. 2 uur per onderlijn ongeveer. En ik ben natuurlijk mijn andere specialiteit aan het oefenen. Het is verder nog stil. We zien wel heen af en toe wat actie op de stek. We hopen dat de hengel er snel weer vandoor gaat. Ja jongens, we hebben voor de bereiding van de lekkerste waterkant koffie die er is. Kijk, een Bioletti, dat is eigenlijk voor... Je hebt oploskoffie, dat is voor de kleine spelers. Heb je Bioletti, dan ben je al wat beter bezig. En dan heb je ook nog dit. Nu eens even zien. Ja. Dit is een lekker, dus weet ik het ook niet meer. De Aeropress. En hoe smaakt dat? Ja, ik vind het lekker. Ik vind hem super. Het is beter dan de Violet. Zeker beter. Kijk eens even. Zwarte goud. Fantastisch. Slecht slapen vannacht. Yes jongens, jullie zien het, dus pikkie donker. Wel een beetje minder is. We hebben geen piep meer gehad. We hebben wel goede gesprekken gehad. Het was gezellig. We hebben 1 lekker biertje op. Een paar handjes noten. Dus dat is helemaal top. En het is ondertussen begonnen met regenen. En daarnaast hebben we nog een leuke mededeling. Chitten moet om 9 uur weg. En tussen 7 en 9 regent het heel de tijd morgenochtend. Dus dat is helemaal goud. Verwachten wel zeker nog 1 of 2 visjes vannacht. We gaan even de oogjes dicht doen. En hopelijk zien we jullie zo meteen bij de Kromme Hengel. Een hele goede morgen, dames en heren. Het is ongekend een baggerweer, zoals jullie zien. En het mooie nieuws is dat we 2 hengels hebben die binnen een kwartier afliepen. Helemaal top. Dus we gaan eerst gelijk even eentje op de film zetten. Die andere wachten we even tot het droog is. Een hele goede morgen. Je ziet het, een super mooie langgerekte beekvis van een keiharde fluiter. En hij is super mooi donker. Toch even prachtig om nog een halve laatste uurtje voordat ik weg ga een prachtig visje te vangen. Kevin ving er net ook nog een. Toen regent het nog harder, dus die zit nog heel erg in de zak. Dat is denk ik 10 minuten ervoor. We lagen nog niet te slapen weer. Het is nu 7:30. En op een hengel met bolies, echt dicht aan het kantje. Super mooi visie. En Hij is moe. Maar gaat niet. Dat is een flotsa. Lekker hoor. Altijd lekker om toch niet te blenken. Voor 4 uur rijden in totaal. Hey. Ja jongens, daar gaan we weer. Zeker. Hotsie. Lekker bakkie koffie. Altijd goed. En daarna hebben we echt nog een hele mooie vis van jou op de foto te zetten. Zeker. Nog groter dan die vorige. Ja. Wel. Mooi is dat. Mooi is dat. Ja, happy days. Allebei ook vis gevangen. Helemaal mooi. Ben je niet voor niks gekomen. Zo is het. Helemaal super. En nog even een heerlijk bak koffie erbij. Ja, wat wil je nog meer? Beter kan je de dag niet beginnen. Ja jongens, is dit even fantastisch nieuws. We staan nog onder de bomen, dus het lijkt nou of het regent. Maar het is gewoon droog. En dat binnen een kwartiertje. Het is nu 8:00 en ik moet eigenlijk 8:30 weg. Dus we gaan even gauw die vis op de foto zetten. En het is echt een mooie vis. Dus dat is goed nieuws. Hij zit hier zo aan het touwtje vast. Weer een mooie vis voor Kevin. 3 keer 1 hengel afgegaan. En eigenlijk alle hengels die echt dicht in de kant lagen zijn afgegaan. Dus dat is wel
leuke constatering. We gaan even gauw de foto zetten en dan opruimen met die app. Stuf. Hij geeft 14 kilo en dan moet er dus nog 1,2 kilo af. Dus dat is 12,8. Ja, toch boven de 25 pond. Ja, lekker. Wat vinden we daarvan? Daar ben ik wel blij mee. Kijk eens! Net ietsje groter dan de vorige. Echt een mooi visie. Ja. Mooi toetuin. En ook mooi breed. Ja. Dikke vis hoor. Wel een beetje een oude strijder ziet hij eruit. Ja. Echt een mooie vis. Hier nog even filmen. Nou, dik hoor. Echt een mooie vis. Ja, blij mee. Dat geloof ik. Lekker man. Dan kan nu weer gaan zwemmen. Zo jongens, het autootje zit weer propvol. Alles denk ik binnen 10 minuutjes opgeruimd. Dus dat is prachtig. We kunnen op tijd weg. Super geslaagde sessie. 3 super mooie vissen gevangen. Kevin, echt die laatste vis. Super mooi. Toetown, 2 buik en 25 pond. Daar doe je het voor. Vond je de video leuk? Doe een duimpje omhoog. En abonneer om niks te missen. Volgende week ga ik samen met Wietse 10 dagen naar Slovenië. En dat wordt weer een heel avontuur met een paar prachtige video's. Dus wil je dat niet missen, abonneer voor meer. En dan zien we jullie volgende week opnieuw.